Hallo kids, hier ben ik weer, Jok met een super gaaf beroep van de maand. Deze maand is het op 4 oktober Dierendag en daarom ga ik de dierenverzorger Wil van de stadsboerderij wat vragen stellen over zijn beroep. Zou hij binnen zijn in de stadsboerderij? Natuurlijk niet, het is mooi weer, hij zal wel hier rondlopen. Zoeken jullie mee naar Wil? Ja! Oké, we gaan zoeken hè. Hallo Wil. Ja, ik ken jou natuurlijk wel, hè. Ik kom regelmatig op bezoek hier. Maar mag ik je nu een paar vragen stellen over je beroep van dierenverzorger? Ja, natuurlijk, Jok. Ik vind het leuk dat je er weer een keer bent. Natuurlijk wil ik graag beantwoorden geven op vragen. Oké, dan gaan we beginnen, hè. Hoe lang ben je al dierenverzorger op deze stadsboerderij? Nou, ik werk hier al op de oude boerderij. Ik denk alles bij elkaar dat toch wel 25 jaar is. Zo, 25 jaar, dat is lang, hè. Dat is bijna een jubileum. Ja, Jok, dat is bijna een jubileum. En hoe is het gekomen dat je dit werk ging doen? Nou, toen ik nog een kleine jongen was, was ik al helemaal gek op dieren. Ik speelde met dieren en ik wilde met dieren zijn. En toen mijn baas vroeg of ik nou op de kinderboerderij wilde werken, heb ik direct ja gezegd. Ja, daar heb je nog gelijk in ook. Hoeveel dieren zijn er op deze stadsboerderij? Nou, alles bij elkaar zijn wel dik, ruim 40 dieren, denk ik hoor. 40 dieren? En wat zijn dat dan allemaal? Nou ja, het zijn voor dieren. Twee koeien, twee paarden, twee ezels. We hebben twee varken met 8 biggen. Zo. We hebben koeien, we hebben kalkoenen, kippen en ganzen. We hebben knaagdieren, cavia's, konijnen, ratten en muizen. Zo, nou een heleboel zeg. Heb je nog hulp van anderen op de boerderij? Of moet je alles zelf doen? Nee, ik ben natuurlijk nog met 4, soms 5 collega's. En hier werken ook nog mensen met een beperking, wat die ontzettend goed erbij doen. Ja, en daar heb je dus ook heel veel hulp van? Ja, heb ik veel hulp aan, Jok. Welk dier vind jij nou het leukste dier hier om te verzorgen? Ik vind de koeien erg leuk. De koeien? En waarom? Nou, ik heb gewoon iets met koeien. Ik vind koeien, omdat ze groot zijn en zo lief, vind ik ze... En moet je ze dan ook nog melken? Nee hoor, het is net als mensen. De koeien krijgen pas melk als ze een babytje hebben gehad. Oh ja, natuurlijk. Het is deze maand ook Dierendag. Kregen de dieren dan iets lekkers of iets speciaals? Nou, de bedoeling is wel dat we ze een beetje goed verzorgen, maar dat doen we eigenlijk altijd al. Dus ze worden eigenlijk het hele jaar door al verwend door jou? Eigenlijk worden ze het hele jaar door verwend. Maak je wel eens iets geks of iets spannends mee? En wat was dat dan? Er zijn wel eens mensen die dus wel eens iets doen wat niet mag. Er zijn wel eens mensen die hebben eitjes gestolen uit de kippenhokken. Zo. Nou, dat is inderdaad. En heb je de daders nog gepakt? Nee, want die hadden pas ontdekt toen de mensen al lang weg. Oh, en toen moesten jullie het zonder eieren stellen? Ja, maar het waren de eieren die kindje hadden gingen rapen voor school. Oh. Dat was wel erg zielig hoor. Nou, dat was helemaal balen dus. Worden er wel eens bijzondere dieren hier naartoe gebracht, zoals schildpadden? Ja hoor, die worden wel eens hier gebracht, ja. Dat klopt. En wat gaat er dan? Blijven ze dan hier? Nee, dan wel bij de dierenambulance of dierenbescherming op. En die komen dan ze ophalen en dan schildpadden komen niet zo vaak voor. Maar als een knijntje of kipjes, dan worden die weer ondergebracht. Die zoeken weer een plekje voor ons. Bij een andere kinderboerderij? Ook, maar ook bij particuliere mensen. Nou, Wil, bedankt voor dit gesprek. De kids en ik zijn weer veel te weten gekomen over je beroep. En tof dat ik nog mag rondkijken. Waren er nou nog biggetjes geboren? Ja, die zijn de 17 juni al geboren. Zo, en gaan we daar naar kijken dan, Wil? Daar gaan wij nu naar kijken en dan mag je ze nog een beetje voeren ook. Oh, tof zeg. Zullen we dan maar gelijk gaan? Gaan we gelijk, Jok. Hier zijn de biggetjes, Jok. Hier kunnen we wat voeren om ze te geven. Oh, leuk. Alsjeblieft. Kijk ze smullen. Nou, die zijn heel wat gegroeid, hè, Wil? Gelukkig wel, hoor. Alsjeblieft, eet maar, hoor. Lekker, hè? Nou, ze groeien er wel van als kool, hè Wil? Ja, dat is de bedoeling ook, Jok. En hoe vaak krijgen ze dit eten nou per dag? Ze krijgen 2 keer per dag krijgen ze eten. 'S morgens en 's avonds. Oké. Kijk dit. Zo. En hebben ze ook namen? Nee, namen hebben ze niet gegeven hoor. Maar dat komt misschien nog wel een keer. Met de mensen die hem kopen of zo. Oké. Ik heb eten wel naam genoemd. En welke heb jij dan gegeven? Welke naam? Nou, ik denk dat ze een zwarte deze of zo. En hoe noem jij die? Voortjaar. Hoe?
Potjap. Potjap. Oh, buitenlandse naam geloof ik, hè? Nou, nog een beetje, Wil? Ja. Ah, je bijt.